Prooi, wereldpremière, zo kun je het ook noemen. En ik kan er natuurlijk heel veel over zeggen, maar ik denk dat het allerbeste is als de maker van deze prachtige film, Dick Maas, er iets over gaat zeggen en introduceren. Dick? Goedemiddag. Ik zal niet te veel verhalen van de film. Ik kan alleen zeggen dat er een leeuw in zit, maar het meeste is het gewoon. Hij is eigenlijk net klaar. Dit is eigenlijk een soort wereldpremière. Hij was gisteren eigenlijk definitief, nog niet helemaal, maar min of meer een flop. We zijn een beetje aan het geluid aan het sleutelen, kleine dingetjes. We hebben de laatste weken ontzettend ons best gedaan op het geluid. Het is de eerste Nederlandse speelfilm die op Dolby Atmos is gemixt. En dat geeft een extra toevoeging aan de film, vind ik zelf. Even kijken, ja, nu hoor je hem dus niet in Dolby Atmos. Dit is gewoon een oud systeem, zeg maar. 7.2, maar het zal ook 7.1. Het zal ook leuk klinken. Dus ik vraag ook de exploitanten in de zaal of ze, als ze geen Dolby Atmos hebben, of ze het geluid goed willen afregelen. Want het is natuurlijk altijd leuk als je een leeuw een hoofd hoort afwijzen, dat je dat ook goed hoort. ik zou zeggen, veel plezier. Hij duurt geloof ik iets meer dan 100 minuten, dus daar moet je even. Oké, veel plezier.